Oh kak, is dat nou politie? Dat meen je niet toch? Dat meen je niet toch? Is dat bovenal? Nee. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierengasten, ik ben Tuin. Vandaag gaan we jullie laten zien hoe je tijdens een proefritje een extra centje kan bijverdienen. We zijn onderweg naar de BMW dealer. Ik ga een bak van 60.000 euro ga ik proberen mee te krijgen om daar taxi in te gaan spelen. Ja. Hoe lang kun je wegblijven met een auto? Normaal gesproken mag je een half uur mag je een auto lenen. Ja. En wat gebeurt er als jij anderhalf uur met zijn auto wegblijft? Ineens je waarschuwingsbeleid krijgt, ja, en dan denk ik dat je met GPS getrekt wordt en de politie komt ophalen, zoiets. Ah! Maar okay. Marty, we zijn er. Ja, we zijn er. We zijn er. Ah! Zet hem op, ik. Oh. Oké, okay, daar gaan we. Oh, we zijn al begonnen. Fucking hell. Goedendag. Hey, goedendag. Ik ben op zoek naar een leuke nieuwe auto. Dit is allemaal tweedehands. Dit is allemaal jong gebruik. Ja, klopt. Ja, als ik een proefritje en ze kunnen rijden, heel graag. Ik ga je voorstellen, ja. Gaat je even te woord staan. Super. Helemaal goed, je krijgt alles van ons mee. Ja? Ik ben casco verzekerd met een eigen risico van 450 euro. Oké, okay. Dat is goed om te weten. Daar, een krabbeltje mag. Ja. Dat je meeneemt. Kijk eens aan. Kijk, super, hartstikke goed. Dankjewel. Het voelt alsof ik hem aan het kopen ben. Ja. Martijn die heeft nu de taxi. Ik ben alvast naar Schiphol gegaan om wat toeristen te gaan ronselen. Dat mag absoluut niet. Streng verboden, staat een fikse boete op. Dus je moet dat heel sneaky gaan doen. Dus jij moet ook even je camera een beetje sneaky gaan aan, want je mag er ook niet filmen. Taxi. No. Taxi. Doe maar even weg. Yo, Marty. Yo, waar ben jij? Ja, ik zag je rijden. Wacht even, ik kom naar je toe. What's up? Lekker bakkie halen. Doen we Schiphol, doen we een bordje erop. Tuinhout. Yo, Marty. Je hebt de auto. Lekker. Oké, ik moet nu iemand gaan vinden. We hebben nog niemand gevonden. Het is fucking moeilijk hier. Iedereen is schuw. Nee, nou. Oké, we gaan ons best doen. Ja. Oké, hoi. Is kut, jongen. Er lopen alleen maar beveiliging en shit rond. Taxi? Ja. Doe je niet taxi? Doe je niet taxi? Nee. You want taxi? Yes. Yes? Oké. Come with me, I know a good taxi. Ik heb twee Spaanse meisjes. Niels belde dat hij al twee chicks heeft. Oh, serieus? Ja, dus we moeten nu opschieten. Oké, nu hebben we ook live beeld vanuit de BMW. Ik voel me nu al schuldig. Het waren fucking aardige gasten. Yes, wie belt mij? Marty! Yo! Yo, dat bord moet er nog op. Weet ik, dus stop hiervoor. Lekker man. Wel douane, kijk uit voor de douane. Want ze hebben al twee klanten, toch? Er zijn twee Spaanse chicks die willen een taxi, let's go. Oh, wat chill. Oh kak, is dat nou politie? Dit meen je niet, toch? Is dat nou popo? Nee. Nee, Heimond. Dit meen je niet, nee. Kut, maar is een Shay achter ons. Fuck. Dit is kut? Marty, Marichet houdt ons in de gaten houden. Ja, ik weet het. Het is echt heel kut. Die Marichet ziet ons en die rijdt naast mij en die houdt ons zwaar in de gaten. Moeten we dat bordje eraf halen? Kijk, hij rijdt nu achter jou. Zie, hij komt er nu aan. Hij komt nu naar je toe. Goedendag. Heb je rijbewijs bij je? Ja, we zijn een filmpje aan het opnemen. Ja. We weten dat eigenlijk helemaal niet mag zo'n taxibord. Ik ben ook helemaal geen taxi in principe. Ja, we zagen inderdaad wel een camera in. Ik begrijp dat het niet mag. Is dat voor school of voor werk? Het is een YouTube kanaal. Oké.
Doe maar niet meer hier, want... Nee, ik ga lekker naar huis en dan... excuses. Blijf voorzichtig. Zal ik doen. Dag 2! We mogen weer. We hebben besloten om het nog één keertje te doen. Ja. Dit mag ik het doen bij de Mercedes dealer. Wat heb je voor auto meegekregen, Joost? Yo! Yo! Wat vind je van de bak? Lelijk! Ik ook, ouwe! Oké, ik heb heel weinig benzine gezien. Oké, we gaan. Oké, ik kan nu een beetje begrijpen hoe Martijn zich voelde. Want het is gewoon aan relaxed om een auto onder je reet te hebben waarvan je weet, deze moet dus zo meteen terug. En je weet ook dat je niet op tijd is gekomen, dus je weet dat je gezeik gaat krijgen. De mensen die je helpen waren vet lief. En dan moet je ook nog eens een keer hopen dat je op Schiphol geen gezeik krijgt. Nu op Marseille. Dus tering, wat heb ik er geen zin in. Ik weet wel een goed plaatsje waar je wat toeristen kan ophalen. Dat is bij de treintickets. Hey guys, you need a taxi ride? Where to? To the city center? Yeah. Yeah? You want a taxi? Okay. Oké, we komen nu op Schiphol aan. We zijn niet gepakt door de Maasje Zee. Gelukkig hebben we het bordje er nu dit keer afgehaald. De camera is een beetje laag en dan beginnen. Spannend! Hier zijn ze. Yes? Ja. Get in. Ja. It is, right? We have to go, guys. Hey. We have to go. Next to the station. Yes, great. Hello guys. Yo, how's it going, man? I'm fine, how are you? Good. Het is eindelijk gelukt, we zitten nu achter Joost, die rijdt daar. How far is it to Central? 10 minutes, 15 minutes. Joost rijdt behoorlijk door, want die moest al een kwartier terug zijn bij de autodealer. En zijn benzine is op, en die van mij ook. Dus het is echt, het gaat weer soepel. Nou, zit ik hier dan met twee toeristen. Vet leuk, man. Jij hebt nog geen prijs met ze afgesproken, toch? Nee, ik dacht dat mag Joost lekker doen. Ja, wat zal het kosten van Schiphol naar Centraal? Ik denk dat je normaal gesproken iets van 30, 35 euro kwijt bent. Dus 30, 35 als Joost die 50 euro weet uit te slepen, dan is het echt een ziek baas. You guys need to go to the Central Station, right? Yeah. 50 euros, right? Huh? 50, right? Ja, Joost is echt alle ziekste toeristen goed gegaan. Ja. Jezus. Ja, die mag je ook wel 50 euro vragen. What do you think of this car? Nice. Ja, yeah, het is nieuw. Gaan ze het neerleggen? Dat is de grote vraag, inderdaad. Hij heeft helemaal geen teller. Well, guys, we're almost there. We komen op destination, Martijn. Ze stappen uit. So, it's gonna be 50, man. Geef ze het geld? Alright. Yeah, thank you. Have a great day, man. Yeah, same to you. Top. Lekker dit. Yes. Nou Joost, 50 euro opgehaald. Yes, 50 heel lekker. Respect, hoe was het? Dank je. Het was, je weet het, zwaar. Alleen met de toeristen dan is het nog kutter. Ja, vond je nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Kijk ook voor onze andere video's en volg ons op Instagram. Ja, zeker doen. En als jij een wens hebt, hashtag dan even gierigassen. En dan zien we je volgende week gewoon weer. Later. Doei.